Hallo lieve leuke mensen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit in de auto. Oh shit, ik moet even... Wacht, ik kom zo terug. Sorry, daar ben ik weer. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben nu eventjes wat pakketjes aan het wegbrengen, want ik had tering veel besteld en niks paste. Dus dat ga ik nu even doen. Dan ga ik even boodschapjes doen. En ik ga vanmiddag lekker filmen met Stevie en Sean en Amber. Ik neem hem nu weer lekker mee. Ik heb een prachtige ontbijt ben ik aan het maken. Ik dacht... Ik ga dus vanmiddag met Steve filmen en daar heb ik heel veel zin in. Oh, was heel toevallig, want Stefan belde mij terwijl ik zijn naam aan het zeggen was in de vlog. Dus ik ga even ontbijten en dan even chillen. Ik heb me omgekleed en ik heb dus dit hoedje nieuw binnen, maar ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Want ik vond het dus best een vibeje voor op vakantie. Maar wat vinden jullie? Vinden jullie het leuk of niet? Laat het even weten. Ik ben nu even aan het wachten op Amber, want die rijdt met mij mee. En dan gaan we naar Duinruil. Mensen, Amber is er. Hallo! Mijn teamgenoot van vandaag. Wij gaan nu naar Duinruil. En volgens mij is het weer meisjes versus jongens. Ja. Dan gaan we weer eens even winnen. Winnen, zeker. Net als vorige keer. Oh, mijn vlog! Oh, mijn vlog. Heb je ook gemist? Ja, toch? Ja, dat is lang geleden. Ja, kom even zoenen. Oh nee, dat kan niet. Ik heb een vriend. Laten we eerst de intro gaan doen en daarna... Hallo, het is weer even oma-vlog hier nu, ja, hè? Ja, we zijn hier natuurlijk met z'n allen voor de oma-vlog vandaag. En ik ben blij dat ik mee mag doen weer. Ja, de oma-vlog heb ik wel gemist. Ik de oma-vlog ook. En jullie kijkers. Yeah! Kijkers ook. En ik mis vooral die commercial van het Anna Sleepmatras. Zo, ja. Dat was echt top, hè? En de muziekjes waar ik in slaap val. Waarschijnlijk gaat hier vlak voor een muziekje. Ben je net wakker? Hallo? Nee, weer. Is nu weer muziek, ga ik slaap. God, Stefan! Nou goed, we gaan even via de Facebook nemen. En wij gaan winnen. Ja. Oké, nou, we zijn even aan het wachten. We gaan zo filmen. Heb je er zin in? Ja. Oh, maar we moeten dus niet verliezen. Beloofd. Ja, beloofd. Ja, maar echt niet lachen. Helemaal niet lachen. Ik ga dus ook, ik kan dus echt oprecht, ja, nu moet ik lachen, maar ik kan oprecht heel goed niet lachen. Serieus. Ik ook. Ja, dat weet ik. Jij bent ook niet bang voor iets, dus... Let's maar ik denk dat het sowieso makkelijker is om met water in je mond. Dan kan je nog dit doen. Ja. Hey, mij hier, hey. Nee. Zal je al nemen? Wat heb je? Jezus. We zijn het geweest, maar we kunnen nog niet zeggen of we deze ronde hebben overleefd. Nee, daarvoor moet je vier van Stefan kijken. Ja, maar dit is volgende week. Ja. Hoppen. Ik zie hier ook aan het lachen voor dit. Ja. Nee, dat mag niet. Dat deden jullie ook. Ja, normaal niet. Wel. Hoe dan? Love you, Sean. Ah, oh God forbid dat jij iets terug doet, hè? Want dan is het huilen. Ja, dan is het huilen. Nee, ik zou nooit iets terug doen. Nee, jij houdt toch van mij? Sean, heb je honger? Ja, een beetje. Ik ook. We hebben net al gegeten hier. Echt? Ja. Ik wil iemand zo'n chuffertje. Door heel even doen. Wat? Even niet hoor. Wat? Jullie hebben het ook meedoen. Oké mensen, we zijn klaar met filmen voor Steve. We gaan nu wat eten, toch? Ja, Stijn mag ook nog even in de oma vloer. Toch nog even. Ik heb dat net mogelijk even meegepakt. Dankjewel. Ik dacht al dat ik nooit meer in de oma vloer zou komen. Ja, je bent in de oma vloer. Op je mama's brein. Wow. Ik zie er ook het beste uit nu, dus dat is echt top. Dat is kijk fijn. Video van Steve om te zien waarom. Nee, kijk de oma. Maar kijk eerst deze af, want deze is geweldig. Ja, daar wat een luxe. Weer. Echt, hè, daar zit ze weer. Ik had ook gewoon geen zin om te lopen. Ja, sorry. Nee, de diva's die moeten gebracht worden. Op een gegeven moment is het ook wel klaar mee. Op een gegeven moment ben je er ook gewoon klaar mee. Ja. Maar we gaan even wat eten. Leuk. Gezellig mee. Yes. Kan je niks? Ja, geen probleem. Doei. Hey, jullie later. Dankjewel, Nick. Oh, is er raar. Nou, we zijn even naar een Van der Valk gereden. Om even wat te gaan eten. En Bjorn is er ook. Hato. Je moet zeg maar meer centreren. Ja. Ja, oké. Okay. Hey, jongens. Ja. Welkom. Leuk.
Hallo lieve mensen, ik ben weer thuis. Ja, het eten was heel lekker. Wel echt een leuke dag vandaag. Maar, oh, het zit er allemaal op mijn gezicht, joh. Oké, okay, what the fuck? Oh, het is allemaal zand. Omdat ik zo ben geflikkerd, denk ik. Voor de mensen die het niet hebben gezien, hier is het filmpje. Gewoon je voet op een ladder zetten. Maar, ik ben aan het wachten op Jel, want die slaapt bij mij. Ik vind het altijd wel gezellig dat als hij klaar is met werk, dat ik nog wakker ben. Dus ik zeg alvast even doei en ik zie jullie morgen. Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben met Jel. En het stormt heel hard. Dus ik ben hem even naar zijn werk aan het brengen. Want anders vliegt hij nog zo de Amstel in. Dat zou ik jammer vinden. Oh, wat jammer. Ja. Koud ook. Ja, heel koud. Oh, nou, doei. Ik ben weer thuis. Jel is veilig op werk. Ik ben weer veilig thuis. Ik moest dus eigenlijk ook naar de laser vandaag. Maar ik heb dat afgezegd. Want ik vond het zo erg om net te rijden. Ik zal even een foto laten zien. En die komt nu in beeld. Dat kwamen we dus tegen onderweg. Dus toen dacht ik, ik moet niet meer de road op. Want voor je het weet staat mijn auto onder die boom. Dus ik heb niet zoveel planningen vandaag. Misschien dat ik eventjes weer iets aan mijn huis ga doen. En ik ga ook even kleren wassen. En dan zie ik het wel weer. Ik ga zo eerst even lekker een ontbijtje maken. Hallo mensen. Ik heb eigenlijk niet echt een vlog vandaag, want het stormde en ik heb allemaal dingetjes gedaan, zoals mijn boekhouding. Ik moest even wat dingen doen qua bellen. Wasjes draaien! En ik ga nu koken, dus niet zoveel bijzonders. Maar goed, ja, dat eigenlijk. Sorry daarvoor. Goedemorgen lieve mensen, ik doe een beetje zachtjes, want Jelle slaapt nog. Ik heb een klein beetje geslapen. Dus ik heb even zo'n koffie gezet. En ik ga nu sporten. En daarna ga ik even, heb ik een meeting op kantoor. Nou ja, goed. Ik neem jullie weer lekker mee vandaag. Ik heb even niet gefilmd toen ik aan het sporten was, want ik heb dus heel erg gehaast. Dus ik loop nu naar mijn fiets, en dan naar huis en dan snel omkleden en dan naar de meeting. Ik loop nu naar mijn auto, ik ben ondertussen aan het ontbijten. Ik was nog even klaargemaakt en ik ga nu naar kantoor. Doei! Hallo mensen, we hebben net een super leuke meeting gehad. Ik ben wel benieuwd hoe het... Ja, het is wel spannend. Ja. Het is wel iets vets. Ik denk dat onze kijkers daar heel blij mee zijn. Ik denk het ook wel, ja. Dus, ja. Nou ja, daar horen jullie meer over. Daniel is er ook. Welkom in de oma-vloggie. Oh, hey. Hey. Hoe gaat het? Ja. Hey, Sean, zit er weer in. Ik zit er weer in. Ja. Oh. Oh. Ja. Oh, is dit nu de oma-vlog? Ja. Hallo. Je zegt nooit iets, hè? Eigenlijk. Als in, er komt nooit iets nuttigs. Uit jou? Oh, ja. Of wil jij uit mij? Goed. Nou goed, we gaan nu even lunchen en dan ga ik daar naar de stad in met Jelle. En dan ga ik drinken en uit eten. En daar is Stefan in de oma-vlog. Nou ja, waar heb ik dat aan verdiend? Vlogkijkers. Hoe is het? Jij bent altijd zo lief voor mijn kijkertjes. Ja, uiteraard. Ja, overvlog is ook een beetje mijn vlog. Maar ja, dat is mij. Mag ik een cappuccino met... nee, ik wil eigenlijk een latte met ik havermelk. Ja, we zaten praten. Was jij nog bezig? Ja, ik was aan Zie, jij bent gewoon oblivious daarvoor. Jij hoort dat gewoon niet. Nee, ik ben doof. Nee. Oh, is die niet doof? Mag ik een spa rood en een cappuccino? Nee, maar... ik wil ook graag een spa rood. Zullen we een grote flesje? Ja. Kunnen delen. Oké, mensen, ik ben nu net thuis en ik had even wat pakketten opgehaald op kantoor. Maar moet je even kijken. Pedigree, echt zo erg bedankt. Ik ga mijn hondjes zo blij maken, moet je zien. Alle drie even een stapeltje gemaakt wat ze lekker vinden. Maar kijk nou. En ook dit. Nou, dit is toch niet normaal. Echt heel blij mee. En ik heb ook van Red Bull deze portable oplader gekregen. En van Kiehl's allemaal lekkere productjes die ik kan gaan proberen. Nou, ik ga nu eventjes mijn jas aantrekken en dan ga ik Jelle even meeten in de stad. En dan gaan we even shoppen voor hem. Wow. Hey mensen, kijk wie ik heb gevonden hier op de street. Jelle.
Straight from the streets. Streets. En we gaan nu eventjes shoppen voor de jongen, want die gaat namelijk volgende week op vakantie. En hij heeft niet zoveel leuke kleren. Hij ziet er altijd heel stom uit. Grapje. Nee, hij moet even wat zomerkleertjes kopen, dus dat gaan we even doen. Ik heb toch ook wat dingetjes gekocht en we zijn even een broodje haring halen. En dan ga ik me even klaarmaken, want Jan en ik hebben date night. Als je dat zo zegt, ik vind het raar om te zeggen, maar goed, het is zo. We gaan even lekker samen uit eten. Dus ja. Oké, Jan en ik zijn thuis. Even lekker aan het chillen met Tuin. Dit topje heb ik nieuw. Hoe cute. En ik zit even lekker in het zonnetje. Hey Jan. Ja. Lekker in het zonnetje. Ik vind het heerlijk. Ja. Ik ga ze even klaarmaken en dan gaan we naar Essie. Ik heb me klaargemaakt. Dit is de outfit, mijn nieuwe toppie. Haartjes in de maquillage en het vriendje. Are you ready om te go? We zijn nu bij Jel. En hij is eventjes een paar spulletjes van ons boven brengen. Super lief dat hij dat ook van mij wil doen. En dan gaan we dus naar Essie en Jopie. Ik heb er wel zin in. Ik ben met mijn favo-winkel bij Studio S met S. En ik heb Jopie net al deze dingetjes gegeven. Ze is zo blij. Jopie, kom eens met je speeltje. Okay, ze zitten hiermee. Kijk. Hallo Jopie, zeg het al voor de oma-vlogging. Kijk eens. Ze is zo blij ermee. Kijk. Oh. Zo schattig. Nou, we zitten lekker op het terras en Han is er ook gezellig. Hi. En we hebben lekker 4 appelrolletjes besteld. Jopie. Jopie, kijk eens. Hey Jopie. Ja. Even voorzien. Oké, Jel en ik zijn nu het eten met z'n tweeën. Super romantisch. Ah, eten in mijn tanden, maar goed. Ja, dat eigenlijk. Dus... Oké, okay, we hebben dit super lekker gegeten en nu zitten we op het terras met S en Han. Hi! Lekker flakes aan het drinken. Ik heb net een soortje salmari gedaan. Heb jij nog maar een zin? Hallo lieve mensen. Sorry dat ik mijn dagvlog nu pas begin, maar... Oh, ik was zo brak en ik moest gewoon zelfs overgeven. Ja, ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Wat een loser ben ik, zeg. Maar dit was het weer voor deze week. Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik ga nu niet verder vloggen, want ik heb nog één ding niet aan jullie verteld. Maar mijn oma is overleden maandag. En ik heb morgen de begrafenis. Dus ik sluit deze vlog nu af. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. Heel veel liefs van mij. En ik zie jullie volgende week weer. En een fijne zondag.